Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, pap? Nee, op zo'n meter wegwijzen, liever vandaag en morgen. Nou, bekijk het dan maar. Vies blooien wil ik? Nee, ik snuif alleen af en toe wat en af en toe spuit ik wat in mijn armen. Dat is alles. Leuk. Vorig weekend wonnen we dus met Bankzitters de Zap Award voor beste track van het jaar. En op datzelfde moment stonden we op nummer 1 in Spotify met ons nieuwe nummer. En ik dacht, ik ga een soort eerbetoon doen aan waar het allemaal begonnen is. Waar je vandaan komt, weet je wel. Je moet nooit je roots vergeten. Ik had natuurlijk inderdaad, zoals jullie allemaal al door hadden... Echt niemand had door wat ik hier aan het doen was. Ik had het jasje aangedaan, wat ik ook in de afscheidsliedclip van Ron Jans had aangedaan. Dit was inderdaad letterlijk de laatste keer dat ik dat jasje aan had. Daarna is hij ergens verdwenen. Ik vond het echt een superleuk eerbetoon. Ik was het alleen vergeten te vermelden in de Bankzittersvlog die over deze awardshow ging. Nou, doe ik het bij deze maar. Ik heb nooit verteld waarom ik dit nummer offline heb gehaald. Maar ik had het na 9 maanden al eraf gepleurd. En toen had hij al bijna 3 miljoen views. Stoer. Aan het eind van 2017 had ik op een gegeven moment een miner. En dat was een beetje een soort van knutselminer. Daarmee zaten we met een stuk of 50 mannen zo'n grote klas of zo. Echt een klasgevoel had je, die kleine colleges. En je kende ook iedereen, weet je wel. En op een gegeven moment wisten ze natuurlijk dat ik YouTube deed. En gingen ze, ah leuk, ja dat gebeurt op alle leeftijden. Ik was toen 21 of zo. Gaan ze je video's opzetten in de klas, op het grote scherm. En in principe kon ik het nog wel hebben bij mijn nieuwste packopening. Dat je een volwassen gast blij ziet worden om een goede pakketje. Maar er was een sessie dat ze weer hard op video's aan het afspelen waren. Bij mijn populairste video's. En ik zie die vent door mijn populairste video's kijken. En hij klikt niet het Ron Jans afscheidslied aan, maar ik zei snel van, die crossbar challenge, die zegt OG, die moet je even checken. Alsof ik het leuk vond dat hij die aan ging klikken. Nee, tuurlijk niet. Ik meteen mijn mobiel gepakt en dat ding meteen op privé gezet. Ik dacht, als dit hardop af wordt gespeeld, dan sta ik zo erg voor lul en kan ik mijn kopie nooit meer vertonen. Goed verhaal. Op deze manier kan niemand hem ooit meer bekijken en die ziet gelukkig altijd van het internet af. Maar niet dat deze idioot hem daarna meteen heeft gere-upload. En dit had je natuurlijk ook nog. Ron Kans. Ron Kans. Ron Kanskaart. Dat zou echt leuk zijn voor een gepersonaliseerde monopolie. Nee. Is de owner aan de best trainen van de hele Eredivisie? Binnen een jaar stond jij al daar. Jij won de beker. Je deed wel wat liefs of zo. Goed, waar ik heen wil. Ik heb me inmiddels al een verborgen gezet. Dus je zou hem wel weer kunnen vinden. Mochten we aan het eind van de week 850.000 subs hebben in 7 dagen. Dan gooi ik hem er gewoon weer op. En gaan we gewoon... Goed, wat ik ook nog even wilde zeggen is dat... Wat was dat? Oh ja, het is Talpa. Die met één klik op de knop alle inkomsten van deze video heeft verwijderd. Omdat ik natuurlijk compleet hun content nak. En het is eigenlijk ook volledig terecht dat ik geen cent verdien aan deze video. Maar voor de moeite hebben we altijd nog NordVPN die deze video heeft gesponsord. Je kent het ondertussen wel, mensen. NordVPN. Er zijn een aantal mensen die weten het al. Die zijn al overtuigd. NordVPN. Ja, bijvoorbeeld. Juist nu wilt u maar één ding. NordVPN. Fantastisch. Ook goede trouwe klant. Dit voelt een beetje als die fake advertenties van de... ja, Ali B was er meestal, maar dat is nou even... Jort Kelder is in deze munt gestapt. Ik ben nu miljonair of zo. Maar NordVPN moet je gewoon hebben, mensen. Je bent altijd beschermd als je dan het internet op gaat. En in deze tijden van onzekerheid, van onveiligheid op het internet, van hacken en... En nog meer dingen. Zoals dat je bijvoorbeeld met één klik virtueel naar het buitenland kan gaan. En toegang kunt krijgen tot de content die daar beschikbaar is. En dat in maar liefst 60 landen op 6 verschillende apparaten te gebruiken. Ja, wil je. Als je gewoon even naar de link hier beneden gaat. NordVPN.com/Mattie. Heb je die dikke korting. En je krijgt ook nog eens 1 maand gratis. Check het gewoon even. En dan is het nu tijd voor ome John om mijn inkomsten af te pakken. We missen onze vaste patronen. En vooral wier en kook. Laten we samen smoken. Ja, jullie kennen vast Piet nog wel. Hou niet tegen, godverdomme. Piet was een vrij boze buurman. En uiteindelijk was de conclusie dat hij zijn asbestdak moest vervangen. Wat echt tering veel geld ging kosten. En daar was hij het daarmee eens of niet? Ik kan me niet meer herinneren. Ik stijg godverdomme alles in de brug. Alleen dat was nog niet het hele verhaal van Piet. Want het ging daarna nog door. Mr. Frank Visser, hoe is het nu met? Een jaar later gingen ze weer naar Piet toe. En er is ook in de tussentijd weer heel veel gebeurd. Iets met alarmpistolen en dat soort dingen. Oei, ik dacht voor de gezelligheid neem ik maar een heel vreedzaam cadeautje mee. Eens kijken of de kerosine dampen inmiddels een beetje zijn opgetrokken. Klerosinedampen inderdaad. Hey, goedemiddag. Hi. Leuk jullie weer te zien. Ja. Hoe is het? Geleden. Ja, goed. Hey, shout-out man. Hij heeft nog steeds dezelfde jas. Hij draagt gewoon 3 winters dezelfde jas of zo deze kerel. Dan ben je echt een pauper. Omdat je natuurlijk een hele dure jas is. Ik zou dat echt nooit doen. De vorige keer hadden ze hem wel geblurred. Nu hebben ze gedacht van, we blurren Canada Goose niet. Nou, laat ik beginnen met het leuke. Oh, heel leuk. Een leuk mandje.
Dat had u echt niet verwacht. Home is where the heart is. Is dat nog steeds zo, jongens? Ja. Home is where the heart is. Oh, zit er ook nog een... Een fucking blok met merci in dit mandje. Dan is het wel compleet, toch? Wie is er nou blij om merci te krijgen? Even. Yo, yo, hey ho! Hey, ik heb hem wel gevonden, de bordjes. 7,50 kost hij. Ja, Talpa pakt uit, jongen. Ik denk dat ik deze ook maar eens ga bestellen. Hupsa. Die zien jullie wel op de achtergrond van mijn video's verschijnen in korte tijd. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat er allemaal in de tussentijd gebeurd is. Eén ding heb ik wel meegekregen, want daarmee hebben jullie samen met de buurman het nieuws gehaald. Tenminste, ja. Hij heeft eigenlijk het nieuws gehaald. Hij, ja. Nou, dit is bizar. Dit is met een alarmpistool. Dit is bizar, hè? Piet heeft zeg maar zijn grond en daarachter ligt nog een stukje extra grond. Ja. En dat is ons te koop aangeboden. Dus dat is niet van Piet, dat is van Rijkswaterstaat. Ja. West die ging eigenlijk met een vriend kijken, want... Voordat je iets koopt, wil je toch even zien. Dus toen kwam hij eigenlijk onder buiten en toen zei hij van, ga van het grond af, het is mijn grond. En toen zegt hij, ja, en anders schiet ik je er vanaf. Maar toen zijn we daarna eten gaan halen. Toen zijn we daarna eten gaan halen. Nee! Maar ja. Ongelooflijk, jongens. Ja, denk ik. Ja. Soms is het niet anders. Wij hebben ons best gedaan. Tot volgende week. Lekkere romige chocolade, goede smaak, erg machtig, top! We worden in één keer, ja, schoten. En ik loop eigenlijk hier naar buiten en ik kijk zo over de schutting. Staat hij met een pistool op me gericht? Nee! Maar ja, eerst schiet ik je dood. En toen ging hij naar binnen toe. Komt hij met zo'n grote kapmes aan. En daarna hak ik je kop eraf. Toen ben je neem ik aan naar binnen gegaan. Nee. Daarna zijn we toen eten gaan halen. Het is eigenlijk niet om te lachen. De politie is gelijk naar binnen gegaan en omdat hij meewerkt, hebben ze hem eigenlijk hier thuis gelaten, maar... Huh? Wat is hier gaande? Is dat die rode Ria? Is dat die rode vest van rode Ria is weer terug, of niet? Deze guy draagt gewoon de kleding van zijn dochter, of zo. Hij is boven de 80, hij heeft niet gezeten. Dus hij mag alles mag hij maken, ja. Sterker nog, hij is boven de 90 inmiddels. Het mooie is, dat toen dat gebeurd was, heeft Fonius er een itempje over gemaakt. Die is vrij veel bekeken trouwens. Oh, daar is... Nee, wacht maar even. Ja, wacht maar even. Ik vertel even het verhaal wat er gebeurd is. De buur is toen het grote uitmeten als dat het is. Mijn vader heeft gewoon een klappenpistooltje en... Ik heb die net, ik dit ook al eerder heb gezien, dat die gast daar voor het raam stond te zwaaien. Nee, want ze hebben dus gezegd, er is met een pistool op ons geschoten tussen de achterwerken zilden. Dan komt hij weer. Nou weet je, laat maar van mijn vader. Ja, schreeuw niet zo! Ik wilde zeggen, hij heeft het in de echte aflevering ook gedaan. Dat hij daar gewoon een stuk interview had en dan wilde hij niet komen. Alleen, dit is natuurlijk Po-nieuws. Ik denk niet dat ze hebben geschreven van, we komen die dag lang. Dat zij dan terugmailden van, is goed, we zullen een uitgebreid interview geven. Die komen natuurlijk weer in zijn zin hebben. Want ze gaan nu alles eraan doen om uw vader uit huis te laten zetten. Ja, ze kijken maar. Het GGZ heeft een onderzoek ingeschakeld. Want ze willen dat uw vader dan de woning uit wordt gezet. Voor mij is hij verdwaald in die gordijnen nu. Hij weet niet meer hoe die eruit komt, weet je wel. Weet je wel. Nou weet je, ik ga verder niet meer in discussie eigenlijk. Laat het eigenlijk maar zo. Dus, laat maar. Ik vind die vrouw wel zielig. Loop dan weg. Laat maar. Laat maar. Wat ga je dan wachten tot hij dan zegt, oké, u mag nu weg. En natuurlijk blijven ze zuigen, weet je wel. Weet je wel. Klopt het dat u Piet bent? Hey, Piet ziet er echt anders uit hier. Ik weet niet wat hij met zijn uiterlijk heeft gedaan. Of zijn kopje is lekker geschoren, zodat het zijn. Maar het is wel echt Piet als je kijkt naar de grootte van zijn oren. Klopt het dat u Piet bent? Dat u Piet heet? Dat ik Piet heet? Ja? Ja, we lazen ontzettend naar stuk over u in de Telegraaf. We waren toch eigenlijk benieuwd naar uw verhaal? Wat? We lazen een ontzettend vervelend stuk in de... Bro, hij komt wel iets minder scherp over dan de laatste keer hoor. Ik weet niet wat met Piet is gebeurd. Oh joh, daar wil ik niks meer horen. Ik zou er niet meer horen. Maar we zijn juist... Wij lazen dus vanmorgen een groot stuk in de Telegraaf. Waarin uw buren... Oh, hij is weer terug. De rijdende rechter was hier al geweest. Dat u met Pasen met een alarmpistool op ze hebt geschoten. Ja, dat weet je toch? Ja, maar... Ik heb een alarmpistool. Maar er is helemaal niks aan de hand, jongen. Helemaal niks. Ja. Zonder hier. Dat had helemaal gezet.
Ben ik goed bij een hoofd, man. Maar waarom schiet u met een alarmpistool op de buren dan? Ja, op zo'n meter hier. Ja. Dan kunnen we mij allemaal dood halen. Hij lijkt echt een lieve man hier, maar als je vraagt waarom schiet je met een alarmpistool op zo'n meter, ze mogen doodvallen. En dan zeggen dat je niet degene bent die niet spoort. Is dat het niet zo slim is om op de buren te schieten met een alarm? Ah, mij loopt dit een godverdomme. Schieten? Noem je dat schieten? Het is gewoon een alarmpistool, man. Dat is kippel. Nee, ik sla je niet. Oh, god. Ik mag heel lang komen. Ja. Ik sla je niet. Ja, persoonlijk niet. Ik heb nog nooit gevochten. Hij had nog nooit gevochten. Dat zou trouwens best kunnen. Als iemand gewoon een klap met je stok geeft, dan is het niet echt vechten. Dat is gewoon een klap met een stok geven. Niet meer slapen door buurman Piet. Ah, ga, ik heb het zo wel zeggen. Ik heb hem maar doodvallen. Maar als ik heel even... Ja. Ik heb hem maar doodvallen. Ik heb hem maar doodvallen. En toen had de rijder de rechter gezegd, nou meneer, u moet dat dak gaan vervangen. Nee. Niet? Dat was de uitspraak, want er zat asbest op. Weet ik wel. En die klootzak van Van der Visser. Oh! Die was bij Van der Valk, dat was de uitspraak. Hij wist niet hoe gauw die weg moest komen. Waarom niet? Zo bang was hij voor mij. Oké, die van de Visser, weet je wel. Goed ook hoe hij het volledig ontkent. U moet dat dak gaan vervangen. Nee, doe ik niet. Terwijl volgens mij heeft hij toch echt gezegd. Hij wist niet hoe gauw die weg moest komen. Waarom niet? Zo bang was hij voor mij. Van daar stond hier ook. De hele werf stond vol met mensen, hier aan de overkant allemaal politiebeleid. Hier ook stond hij. En moeten ze nog in de handen knappen. Klappen voor die klootzak. Want hij durft hier niet te komen om afscheid te nemen. Helemaal niks hoor, want dat was bang. Hebben ze bij Van der Valk hebben ze de deur dicht gedaan en ik er niet uit kon. Wat? Wat is hier het verhaal daarvan? Hoezo was er politie op de dag van die opname? Dat slaat nergens op, toch? En toen zat hij ineens vast bij Van der Valk. En toen moest er geklapt worden. Ja, godverdomme, die deur, trap ik die deur open. Ja. Maar, okay. Dus... Het hoeven we maar niet te komen met een rotzooi. Ik heb een elke dag gewoond. Daarom ben ik hierheen gegaan. Ik heb heel ruit eruit gegooid. Heel ruit eruit, hoor. Maar ze moesten maar mij niet komen met flauwekul. In het begin ging alles goed. En nou had er aan het kloten. Maar u zegt Frank Visser. Frank Visser, die kan mij aan het porten. Maar als moet hierheen komen. Hak ik je kop eraf. Wat? Wat zijn er voor teksten, jongen? Hij heeft wel die stevige grip, man. Je ziet wel dat hij getraind is, hoor. Hij hakt dus zijn kop eraf. Ja, kijk om even. Maar Frank Visser kwam hier om het conflict met de buren op te lossen. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Eigenlijk. Goh, dit is wel best wel grappig, alleen als je hier middenin zit. Je bent kansloos tegen deze vent. Als je het leuk wil houden, moet je naar alles luisteren wat hij zegt. En dat is gewoon niet te doen. Dan komt hier nou. Ja. Hè? Die kinderen liggen boven te slapen dan. De ramen daar, dat zie je. De ramen daar. Hm. Haal ik die kinderen eruit. Ik heb de ladder leggen in de schuur. Ik kan er nou niet meer bij, want ze hebben het net afgezet. Ja. Net hoor. Even een paar minuten eerder. Ze hebben het net afgezet. Haal ik die kinderen eruit. Hun laat ik verbranden. Ah! Hoef maar niet uit te schelden. Bro, dit zijn echt geen teksten. Ik snap dat je als buren hier echt niet chill van wordt. Of die kinderen ook. Als je debiele buurman zegt dat hij je wil verbranden. Verbranden! Dat vind ik niet leuk. Waarom heeft u zo'n hekel aan ze? Dat is geen sociale mensen, hè. Mensen met een bordje met homeless where the heart is, zijn wel sociale mensen. Dat zijn per definitie gewoon sociale mensen. Dus wat hij hier zegt, klopt niet. Ik ga op de stoel zitten. Hey, joh. Ik wens je veel plezier. What the fuck? Ja, en je bent heel erg bang dat je hem zelf wat aandoet, want hij maakt je zo kwaad. Hij kan echt bloed door je naast van halen, dat je zelf een keer over die schutting heen stapt. Dat je hem wel misschien de verkeerde douw geeft, ja. Ja. Hij is er toch oud. Hij zuigt jullie wel het bloed onder de nagels vandaan. Ja. Maar hier doen ze weer een soort van doodsbedreiging terug. Van nou, een oude man heeft niet een hele harde duw nodig om dood neer te vallen. Onder gevaar. Hij kan voor mij dood vallen. Keertje. Er was er ook sprake van een contactverbod, wat meester Visser had opgelegd. Is dat op dat ene incident na wel gehandhaafd? Jawel, ja. Ja, dat doet voor Schiphol om de vogels weg te jagen. Oké, dus geen alarmpjes op. Nee. Ah, goed. Leuk. Besef ook dat je tijdens die schoten hoor je 3 keer iemand inademen. Wat in principe inhoudt dat het 3 keer hetzelfde geluid is en dat het dus eigenlijk maar 1 schot was. Die ze 3 keer achter elkaar hebben geplakt. En dat is in principe natuurlijk niet heel erg. Ze maken het gewoon op tv iets spannender dan dat het daadwerkelijk is. Maar ja, wel gewoon exposed. We hebben de gemeente ingeschakeld. Oké. En die hebben na heel lang bellen uiteindelijk gesaneerd. Saneren kun je leren. Daar waren we heel blij mee. Ja, snap ik. Maar het is een dure klus. Ja. Wie gaat dat betalen? De gemeente gaat dat verhalen op de buren. Ja. Oh. Denken jullie? Gaat hij dat betalen? Hij zal wel moeten. Linksom of rechtsom, betalen zal hij. Maar betalen zal hij! Begrijp je? Ekkel! Voor het werk wat is verricht aan zijn schuur. Soms is het niet anders. Wij hebben ons best gedaan. Tot volgende week. Ja,
De asbest was opgelost en Piet moest het betalen en daarmee was het afgelopen, zou je zeggen. Alhoewel, net nadat ik mijn video had geüpload, Piet tart Mr. Frank Visser €27.000 boete. €27.000 boete. Volgens Frank Visser moeten Piet en zijn dochter Ria een paar betonblokken verwijderen. Dat was blijkbaar een uitspraak, maar die zat helemaal niet in de aflevering. Een asbestdak verwijderen en een paar ramen ondoorzichtig maken. Dat van die ramen kwam ook niet echt naar voren. Er werd een boete van €50 per dag opgelegd als deze mankementen niet binnen een bepaalde tijd verholpen werden. Nou, dat deed die Piet dus niet. Dat maakte hij al snel duidelijk. Nee! Nou, je komt dus tot zo'n boete met 550 dagen. Dat is anderhalf jaar. Nou, dat klopt ongeveer wel, aangezien die aflevering 2 jaar geleden is opgenomen. €50 per dag is echt koulo veel trouwens. Nou, zij stapte naar de rechter dat hij er niks aan deed. En die stelde vast dat Piet €27.650 moest betalen aan zijn buren. Dat staat dan nog los, volgens mij, van die kosten van het daadwerkelijk aanpakken van dat dak. Dat heeft de gemeente voorgeschoten. Ik wil niet weten hoe fucking veel schulden zij nu hebben. Het rare is dat technisch gezien is een uitspraak van Mr. Frank Visser geen uitspraak van de rechtbank. Maar omdat alle partijen akkoord gaan met het advies van Visser, is het toch geldig. Ik denk dat Piet dat een klein beetje onderschat heeft, dat je daadwerkelijk moet luisteren en dat wat er gezegd wordt, dat het ook wel nageleefd wordt. Bizar dit trouwens ook. Het komt erop neer dat Piet op een gegeven moment heeft geroepen, dan bellen we de rijdende rechter, waarna zijn dochter een mail heeft gestuurd. Binnen 2 uur werden ze teruggebeld en een dag later kwamen ze al langs voor de opnames. Moraal van het verhaal, gedraag je gewoon normaal. Zou dit het einde zijn voor het verhaal van Piet? Eigenlijk hoop je van niet en hoop je dat hij nog zeker 10 jaar leeft. Zeg dat ik gewoon op de bank wilde gaan slapen. Auw.